Open Monumentendag had mij gevraagd of ik de nacht wou doorbrengen samen met mijn camera in een van hun gebouwen. Ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Dus ik ben in de Sint-Godelieve Abdij in Brugge. Ik hoor je al denken. Maar nee, het is hier een supercoole en spannende plek. Hallo? Kom maar, hier is niemand. Blijf kijken. Ik heb mijn camera mee en ik mag hier 24 uur lang helemaal alleen ronddwalen. Of ja, helemaal alleen zit je nooit. Misschien een beetje uitleg. De Sint-Godelieve Abdij. Een domein van 1 hectare, een voetbalveld groot, verstopt in hartje Brugge. Al 400 jaar volledig afgesloten van de buitenwereld. Op slot, muren, tralies, de Holschebein. En wie wonen hier? De zusters Benedictinessen. Stel het u voor. Je bent een jaar of 20, geroepen door God om zuster Benedictines te worden. Die deur valt achter u dicht en je weet, ik ga hier nooit meer buiten. Mijn leven speelt zich vanaf nu hier en alleen hier af. In stilte. De laatste zuster die zijn hier vertrokken op tweede kerstdag 2013. En sindsdien is het alsof dat de tijd hier is blijven stilstaan. Check, 9:45. Dat is hier stil, jong. Dit was het wc. En zelfs hier word je gezien door God. Dit is dus ook zo cool aan die zusters. Dit was hun eigen broodoven. Dus die waren mega zelfvoorzienend. Broden, hun eigen hosties werden hier gebakken. Appeltaarten, kippenpastei, allemaal met dingen uit hun eigen tuin. Hela, kleine blozer. Wat smaakt er beter dan uw eigen appeltjes? Maar er staan ook peren, bessen, noten. De tuin van de abdij is mega. Hortensias, vlinderstruik. Witte bloemen, roze bloemen, gele bloemen. Had ik al gezegd dat je een gigantische groententuin was? Maar gigantisch, hè? Het zotte is, je hoort de stad Brugge hier keigoed, maar tegelijkertijd zit je hier op een soort van eiland van stilte en rust. Hier graasde vroeger ook een koe en ze maakten ook hun eigen honing, want er was een zuster imker die zorgde voor, ik ga nu wel voorzichtig zijn, die zorgde voor de bijen. En zo was er dus ook hun eigen honing. Ora et labora. Bidden en werken. Totdat de bel ging daarboven en dan mochten ze ook een appeken eten. Goedenavond. Merci, dankjewel. En God zegen u. Nu komt toch het moment waar ik een beetje zenuwachtig voor ben. Het moment om alleen naar boven te gaan. Alle lichten zijn uit. En ik zal een geheim vertellen. Ik ben een beetje een zuid. Oh. De klok nog altijd 9:45. Ja, oké, dat is beter. Elke kamer heeft zo'n dingetje. En dan kon het door dat dingetje naar binnen loeren. Mijn kamertje is hier. Een keer dat licht brandt, valt het eigenlijk wel mee. Oh, nee. Ik ben blij dat ik er ben.
Dit is mijn bed. Hier hebben, bij mijn weten, alleen nog maar kloosterzusters ingeslapen. Het is echt wel heel uitzonderlijk en speciaal dat ik hier mag blijven slapen. Normaal gezien mag dat niet. Maar voor zuster Linda hebben ze een uitzondering gemaakt. En ik zie nu net hier op dat raam voor mij, zie, naar de bijzondere vorm toch wel van dit. Dat zal wel toeval zijn, hè. Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen, Sint Godelieve. 9:15. Check. En wat doe je dan, hè? Als je als enige zuster in het klooster je pot krikconfituur niet open krijgt? Jongens, trucje van mijn moeder. Ik ben hier ondertussen 15 uur alleen. Speciaal, hè? Maar tegelijk, ça va wel. Gisteren vond ik het misschien nog heel leeg, groot, daardoor spooky, beetje akelig, maar vandaag stond ik op en ik voelde het wel. Dat leven hier heel simpel, aangenaam en op een manier zelfs gezellig moet geweest zijn met die zusters samen, akkoord, in stilte. Je moet wel uit een heel bijzonder hout gesneden geweest zijn, hè, om dit te doen. Daar heb ik dus allemaal over nagedacht, maar ook over de volgende vraag. Wat gaan we hier nu eigenlijk mee doen? Met deze gigantische, ongebruikte, fantastische plek met zoveel ziel, zoveel verhaal. Het is een plaats die echt nog van betekenis kan zijn als yogastudio, meditatieruimte, stilteplek, kunstatelier, biobakkerij, kaasmakerij, microbrouwerij. Superveel mogelijkheden. Kom er gerust ook zelf eens over nadenken. De abdij is vanaf nu open voor het publiek. Bent welkom van woensdag tot zondag tot en met Open Monumentendag op 12 september. Oh ja, voordat ik het vergeet, ik mag ook nog een slow cabin weggeven op een unieke geheime erfgoedlocatie. Mocht ik het niet weggeven, ik ging er zelf naartoe. Het is fantastisch, maar profiteer ervan. Link hieronder. Groetjes!